Dit is een landaard project en dat is tot stand gekomen binnen het kader van Sonsbeek buiten de perken. En dat was in 1971. Wim Beeren, de organisator, Amerika geweest, heeft met dit verschijnsel kennis gemaakt. Viel op Robert Smithson, een man die in Amerika erg veel projecten heeft ontwikkeld. En opvallend is dan dat hij vooral belangstelling had voor mijnbouw, of vanuit de mijnbouw, voor verlaten mijnen. En toen mij werd gevraagd, ja, zou hier iets zijn voor Smithson, een locatie, had ik dit onmiddellijk in mijn gedachten.